Help! Een grijze haar. Het begint met één, maar voor je het weet heb je geen gekleurde haar meer op je hoofd. Maar waarom heb jij één grijze haar en ik een hoofd vol? Om de wortel van de haarbuis liggen pigmentcellen die de chemische stof melanine aanmaken. Deze stof kan verschillende tinten bruin, blond en rood aanmaken. Als je ouder wordt, sterven deze pigmentcellen langzaam af, totdat ze zelf geen melanine meer kunnen produceren. Hoe sneller deze pigmentcellen afsterven, hoe witter je haar wordt. Wist je dat mannen gemiddeld rond hun 30ste grijs worden en vrouwen rond hun 35ste? Het is belangrijk dat je haar goed verzorgt als het grijs is of wordt. Grijs haar is van nature droger en poreuzer. Het heeft daarom extra verzorging nodig. Een goed ingrediënt hiervoor is kokosolie. Maar hoe verzorg je je haar daarmee? Verwarm een eetlepel pure kokosolie 10 seconden in de magnetron. Gebruik bij lange haar iets meer. Verdeel de kokosolie in de punten van je haar tot ongeveer je oren. Haast? Zet een badmuts op en verwarm je haar met een föhn. Laat de kokosolie anders 30 minuten zitten voordat het grondig uitspoelt met shampoo. Wanneer je grijs wordt is erfelijk bepaald. Goed! Of je haar wel of niet vroeg grijs kleurt wordt grotendeels bepaald door je genen. Net zoals de blauwe ogen van je moeder erf je ook het moment dat je grijs wordt. Dit komt waarschijnlijk door het gen BCL2. Dit gen voorkomt dat pigmentcellen afsterven. Maar wanneer je een zwakkere variant van dit gen hebt, sterven de pigmentcellen juist af en word je eerder grijs. Wist je dat mannen de eerste grijze haar meestal in hun baard vinden en vrouwen bij de slapen? Eet meer vis. Een tekort aan B12 uit vlees, vis en zuivel kan ook de oorzaak zijn van een vroege grijze haarbos. Net zoals schildklierproblemen en roken. Zo zit dat.